Hoe kunnen we het herstelproces van een cliënt ondersteunen? Nou, we hoeven niet meer te sporten vandaag, Stefan. Dit zijn Stefan en Miranda, cliënt en hulpverlener. Straks pakken ze mijn uitkering af. Als ik maar niet hoef te blijven schoffelen. Hi. Hallo. 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 Ga maar zitten, hallo. Stefan. Ja. Zo. Hallo. Hoi. Hoi. Zo, welkom. Hoe was het bij de hovenier? Ja, ik geloof niet dat het iets voor mij is. Oké. Okay. Ja, en wat wil je dan? Ja, ik wil iets met mijn opleiding. Dat wil ik. Ja, je moet wel realistisch blijven, hè? Ik bedoel, je moet gewoon ergens beginnen. Ja, dit is dus wat er wel vaker gebeurt met Stefan. Dan kan gewoon niet, zeg maar, de draad vasthouden. Steeds maar met iets nieuws beginnen, dat werkt gewoon niet. Jij doet toch zelf ook wat je leuk vindt? Ze weet het weer beter. Ze is toch lager opgeleid dan ik? Ze zou toch zelf ook niet gaan schoffelen? Ja, zo schoffelt ze me dus weer onderuit. Hallo. Hallo. Goeiedag. Zo. Hoi. Hallo. Zo, welkom. Hallo. Hoe was het bij de hovenier? Ja, Miranda en ik die hebben het erover gehad, maar... Ik denk dat we op het verkeerde spoor zitten. Oké. Okay. En ja, ik heb het een en ander op een rijtje gezet. En ik wil toch iets met mijn opleiding gaan doen. Oké. Okay. Ja, dit is wat Stefan echt wil. En ja, we zijn gewoon heel erg benieuwd wat we daar gaan doen. Ja. Dus, ik heb het op papier gezet. Zo is samenwerken aan herstel.